Van een verlaten, verrot, uitgebruikt ding die weet ik wat heeft meegemaakt. Waarschijnlijk ooit van een normale familie op reis naar de Ardennen. Daarna afgedankt op een hardcross festival. En nu, jaren later, van een blonde jongen die er een habbo chillkamer op wielen van wil maken. Ja, het is een tijdje geleden. Morgen stap ik in het vliegtuig naar Amerika. Lekker man. Samen met Govert om de gekste avonturen te beleven. Ik kan met een gerust hart vertrekken. Ja, met een gerust hart nog wel. Die had ik zeker nodig. Mocht je het niet hebben meegekregen, dan leef je wel onder een steen, ben ik bang. Ja, dit is het hier, Tokkie. Zo. Dit is de cel. Luna, ik ben het. Kervin! Misschien even rustig doen, hè? Vandaag, dames en heren, gaan we de inrichting van de caravan doen. Gekke ledstrips, lampen, attributen. Dit wordt een transformatie. Nu heeft het, in de tijd dat ik weg was. Het zonnetje begint nu echt te schijnen, maar het heeft flink wat geregend. Er zitten her en der nog wat keepjes, kogelgaten. Dus ja. Oké dan. Waterraam. Wow. Pisraam. Genoeg dingen te doen vandaag. Want het liefst heb ik de bak de volgende keer ook af. Zo goed als. Ja, we gaan er ook nog mee op reis. Als die niet uit elkaar valt. En die muziek maar uit, hè. Wat een teringbende. Oh, wat een teringbende. Hier kan ik niet in werken. Ik zag een paar niet blije reacties over de grasmatten. Alweer. Want ja, de duct tape boot en het hondenhok. Maar juist om die reden wil ik het. Is de T's trademark, hè? Grasmatten. Maar nu nog even niet, hè? Eekhoorn. Zo hé! Lekker hè. Werkt een stuk rustiger zo. Een kwakkie verf. Nog even nodig op dit muurtje. Want voor het gevangenisbezoek had ik daar geen tijd meer voor. Ja, kei leuk joh dat we willen verven. Maar ik heb niet echt meer een fatsoenlijke roller of zo. Ja, ik was al bijna naar de bouwmarkt vertrokken, tot ik in de garage keek, jawel. Klein, maar fijn, denk ik zo. Het zal, komt wel goed. Lukt wel. Hoezo lukt dat nou niet? Oh, maat, hoezo, Ties, ben jij zo dom? Ik zat de hele tijd de verkeerde rand. Ach, achterlijk jongetje. Nu is het zo dat de T's bouwprojecten niet goedkoop komen. Dus voordat we verder gaan met de lijpste inrichting voor dit hok, hun sponsor die deze serie, maar ook het volgende bouwproject, mede mogelijk maakt. Ja, War Robots, dames en heren. Dat is een super tof spel wat ik de laatste tijd best veel aan het spelen ben. En het zijn ook de sponsors van deze video. Als jij het spel downloadt via de link in de beschrijving, dan support je mijn kanaal, maar dan kan je ook je eigen welkom bonus activeren. Je eigen BOA-robot met unieke skins, wapens en een reusachtige hoeveelheid goud en zilver.
Met miljoenen spelers van over de hele wereld bol, 50 type robots en wapens, 20 verschillende piloten die de robots besturen met gekke abilities, en veel skins, maps en game modes. Dus, dames en heren, download het spel via de link in de beschrijving en dan krijg je ook jouw eigen welkom bonus pack erbij. Doe het. Grijpt voor geen meter. Tuut, hallo. Ja. Kijk eens, joh. Deze is mooi. Kan misschien bij de groencollectie in onze caravan. Anyways, dames en heren, het was eventjes zwoegen met de spullen die we hadden. Maar hey, de eerste laag die zit erop, helemaal goed. Moet zeker een tweede laag overheen. Ja, zeker. Maak je niet druk. De combinatie red en retro yellow en grijs is goedgekeurd. Daar word ik vrolijk van, jongens. Zal deze blonde YouTuber ooit een fatsoenlijk kapsel krijgen? Dingen niet. We zijn een dagje verder. Die tweede laag rood, houden jullie nog van mij het goed? Vandaag is een belangrijk punt voor het caravan verbouwproces. LED-strips, lampen, inrichting, attributen. Maar ook nog even wat groen. Zomerkleuren, herfstkleuren. Ja, dat is wel nice, hè? Schilderij, verf met kwast. Duct, best friend. Moderne en houtlamp. Lamp voor in de lamp. Graffiti, verlengsnoer. Laten we beginnen met de LED-strips. De vloer is nat. Het heeft even geregend. En nu hebben wij natuurlijk hier een prachtige camping stroomaansluiting waar alles op de caravan op is aangesloten. Ja, ik ga toch even eigenwijs doen. Met verlengsnoeren, jazeker. Werkt net zo goed. Verlengsnoer. Zo, hier komt het centrale uiteinde. Nou, nog even deze kabel mooi vastmaken. Prachtig. Ziet er goed uit, jongen. Die heb je lekker gedaan. Topwerk geleverd, jongen. Als ik dan een stroomkabel even erbij pak. En die hier zo insteek. Oké, plan B. De goede oude verlengrol. Haha, dit gaat werken. Ja. Bam, dat is één. Bloem weg. Het moment van de waarheid, dames en heren. Hebben wij stroom? Ns.
Lekker man, jullie weten wat dat betekent. Het hok kan weer tot leven gebracht worden. Let's go. Zoals jullie zien hebben wij een prachtige houten rand hier. Langs de hele caravan lopen. Een perfect randje om een ledstrip onder te verstoppen, hè? Oh, kijk eens joh. Dat is fijn spullen, hè? Ja, ja. Doet hij het al? Oh shit! We hebben licht! Ja hoor! Wow, yo! Deze is f***ing sick! Het hangt nog niet eens echt op zijn plaats. Het bungelt maar wat en ik vind het al heel mooi. Ja, laten we het gaan ophangen. Waar het hoort. Dit is zeker niet mijn eerste keer ledstrip werk. Uit het verleden heb ik wel geleerd dat die plakrand redelijk karig is. Het plakt eigenlijk best goed dit keer. Maar stel dit ding schommelt dadelijk op de snelweg, dan flikkert het er weer vanaf. Dus moet wel een schroefje tegenaan. Hoi. Waar kom jij vandaan? Om de boel goed vast te hangen, even weer een hoekje. Een beetje een awkward hoek. Potjes koffie nog en toe, wat werken die goed. Stevig. Oké, dames en heren, zoals verwacht heeft de dubbelzijdige rand hier losgelaten. Had het zien aankomen, it's not my first let's trip rodeo. Ik wil hem dus hier zo door laten lopen. Ja, dan hebben we wel een gaatje nodig hier. Zo. Ja, ja, kijk hem! Er is licht aan het einde van de tunnel. Haha! Zo maak ik het zien, hoor. Hier word ik nou vrolijk van, hè. Jullie denk ik ook. Ja, hoor. Oei, oei, oei! Dat is even een partijtje goed uitgepakt, denk ik zo. Vinden jullie niet? Wel één probleem. Ik wil hem eigenlijk helemaal rondom doen, maar hier eindigt hij. Hij is niet lang genoeg. Maar ik stress niet, weet je. Het ziet er goed uit. En we hebben er nog één. Voordat we verder gaan met het inrichten van het hok, eerst even een soort van emotioneel geschiedenislesje. Dat is gek eigenlijk, hè? Ik bedoel, ik weet niet hoe oud precies deze caravan is. Ik denk zeker zo oud als ik. 20. Ik weet het, in de beschrijving staat nog steeds dat ik 18 ben. Oeps. Maar ik wil niet weten wat deze caravan in zijn verleden allemaal heeft meegemaakt. 20, misschien wel meer jaren. Ik gok dat hij eerst gewoon van een normale familie was die lekker ermee naar de Ardennen ging. En daarna waarschijnlijk weer een eigenaar en weer een eigenaar. En dan heeft hij 5 jaar op een parkeerplaats staan wegrotten. En dan nu uiteindelijk staan een blonde jongen filmpjes te maken. De geschiedenis van sommige objecten. Best gek. Hey. Holy shit! Verlicht! Holy moly! Ja, super mooi. Alleen die kabels. Ben ik niet zo fan van. Ja. Weg ermee. Oef. Kijk dan jongens. Waar is de kabel? Ik zie hem niet. Lekker man. De family Granzier gaat eten. Let's go.
smakelijk. Smakelijk. Wat vond je van de LED? Goed, hè? Let's go. Ja. Potverdikke! Bij de grote aankoop had ik natuurlijk ook duct tape gehaald. Want wat is nou een Ties project zonder duct tape? Dus in plaats van dat ik het uitleg wat ik ga doen, kunnen jullie toekijken, hè? Goed idee. Leuk, hè, dat green screen. Ja. Daar kan je niet mee schroeven, joh. Dat is beter. Yes! Oké, de duct tape. Wat zou ik daar nou mee aan moeten? Prima behang toch? Duct tape. Het meest toepasselijke voor het blonde jonge YouTube kanaal. Waarop jij nog niet geabonneerd bent. Ik vind hem heel mooi. Duktepper op het muur. Oké. Deze zithoek. Oké, vrachtwagen. Deze zithoek begint potverdomme ergens op te lijken. Ook al ziet hij er van buiten nog steeds uit als een verlaten locatie, maar dat regelen we nog, hè? Hallo mensen, we hebben hier nog hele kale muren. Ja, hij is nog een beetje kaal. Kan ik niet zo goed hebben. Hallo? Het is alweer een zooitje, dus we gaan het alweer opruimen. Prima. Zou dit wat zijn, mensen? Palmbladen. Hier nog een beetje groen zo. We worden een beetje zo de jungle keuken, hè? Jezus, stoffig ding. Tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. Oh yeah. Ziet er goed uit. Steeds dichter komen we bij het beeld wat ik in mijn hoofdje had. De volgende aflevering, dames en heren, gaan we dit hok afmaken. Laat jouw ideeën achter in de comments. Ik lees ze allemaal. Jezus, abonneer ook. Een like en dan hou ik mijn bek.